In principe vinden wij het belangrijk dat de bewoners in het buitengebied ook de beschikking kunnen krijgen over snel internet. Net zoals overigens de bewoners van de kernen. Je ziet heel veel ook in pers voorbij komen dat ontwikkelingen van digitalisering heel snel gaan. Maar dat bepaalde mensen die behoefte nog niet voelen. Terwijl die wel attent aanwezig is en straks gaan zien als een gemis. En omdat de regering vooruitzien is, hebben wij als CDA ook steeds aangedrongen op de noodzaak om daar als gemeente de handschoen op te pakken. Hoe belangrijk is die glasvezelverbinding? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En het is ook de vraag of die glasvezelverbinding nu al heel belangrijk is. Kijk, digitalisering is gewoon iets wat ons dagelijks leven gewoon beheerst. En als je kijkt hoe nu zeg maar de behoefte aan bandbreedte om zeg maar data te kunnen verzenden toeneemt, ja, dat gaat gewoon verdubbelen elke 2 jaar. Dus dat wat nu toereikend is, blijkt gewoon over een paar jaar niet toereikend. Dat we steeds meer met beeld gaan doen, het streamen en zo ook contact hebben met bijvoorbeeld de huisarts. Dan heb je wel een zwaardere netwerkverbinding nodig en daar is glasvezel uitstekend voor. Wat dat betreft is het toenmalig besluit om alleen glasvezel in de kern aan te leggen een grote gemiste kans. Het voorliggende voorstel is wat ons betreft een stap in de goede richting, maar wel een stap die te ver gaat en ook te snel gaat. Het verglazen van een buitengebied is een ingewikkelde opgave, niet zonder risico's en daarom moeten we hierin ook verstandige besluiten nemen. Nou, ik denk dat dat gewoon een heel goed compromis is wat we gevonden hebben. Dat hebben we ook raadsbreed gedaan. We hebben dus een knip gemaakt, dus we hebben de kosten gehalveerd. En besloten om niet 75.000 euro, maar 37.500 euro beschikbaar te stellen als krediet. Als bij tussenmoment blijkt dat dit geen haalbare kader is, is het ook niet zinvol meer om meer geld uit te geven als nodig is. Ja, dat er een uitdaging ligt voor de werkgroep, dat is duidelijk. Daarom is professionele ondersteuning ook heel belangrijk om te zorgen dat er een goede, degelijke groep van vrijwilligers aan het goed aangestuurd wordt. Wat is het tijdspad? Hoe lang gaat het nog duren voordat het werkelijkheid is? De werkgroep kan nu met het budget wat de Raad vanavond beschikbaar gesteld heeft aan de slag. Als ik die stappen bij elkaar optel, dan moet het mogelijk zijn om in 2016 een go te hebben. Dat je kan zeggen van en nu kan de schop in de grond.